Het is de grootste misstap die Natasha Harlequet in haar carrière heeft gemaakt, zich laten inhuren door Ali B. om hem vervolgens als, onafhankelijk deskundige, te bejubelen aan de desk bij Show News. Het kan niet anders dan dat de hoofdredactie haar dat buitengewoon kwalijk heeft genomen. Het is onduidelijk of ze er ooit nog terugkeert. Als Natasha haar baantje bij Show News daadwerkelijk is verloren, dan kan ze in elk geval nog even door bij Team Ali. Hij heeft een hoger beroep aangetekend en dat dient pas in de zomer van 2025. Al is het nog wel de vraag of Natasha nog steeds in het team van de rapper zit, aangezien ze tijdens zijn proces niet bepaald heeft gepresteerd. Eigenlijk was Natasha tijdens die zittingsdagen ontzettend onzichtbaar. Steeds als ze wat wilde doen, werd ze tegengehouden door Ali himself. Op een gegeven moment stonden ze te kibbelen voor het oog van de nationale pers. Hoe gaat het nu met de advocate? Natasha vertelt dat ze momenteel lekker op vakantie is, maar dat ze gisteren toch weer haar toga moest aantrekken. Zoals altijd tijdens de vakantie heb ik weer een cliënt die vast zit, dit keer met vijf zaken. Wilt u toch even de zaak komen doen? Ja, dus trek ik die toga weer aan en ja, het verliep goed, zegt ze op Instagram. Het was een heel fijne zittingsdag, vervolgt ze. Een heel goede rechter. Ik was blij die rechter weer te zien, omdat hij gewoon heel direct is en heel rechtvaardig. En nu verder met de vakantie. Doeg!